ben Harry Ruben, dagelijk bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest. Ik heb een portefeuille financiën en bedrijfsvoering en hou me onder andere ook bezig met duurzaamheid en energiebeleid binnen dit waterschap. Nou, we staan hier op het dek om u te laten zien wat de link is tussen de Solar Challenge en het waterschap. En dat doen we heel simpel door te wijzen op onze zonnepanelen. Dat is natuurlijk ook een heel groot ingrediënt voor de Solar Race. Dat betekent dat innovatie en duurzaamheid, dat die zowel voor de Solar Race om het onder de aandacht te brengen, als voor het waterschap erg belangrijk is. Omdat wij er naar streven over enkele jaren energie neutraal te kunnen werken voor het hele waterschap. Nou, we hebben net boven gezien die energiepanelen, hè, waar de energie wordt opgewekt. Nou, om nou te zorgen dat we daar volle baat bij hebben, zijn we hier dus bezig om ledlampen te installeren. Die veel minder energie verbruiken, zodat we straks optimaal de opgewekte energie boven hier in tent kunnen gebruiken. Goed, we staan hier op het punt waar het dus gaat gebeuren. De tussenfinish en de herstart in het gebiedje Elektra. Achter ons de Waterwolf, of ook wel gemaal Elektra genoemd. Die dus zo'n 100.000 hectare hier in het gebied droog houdt. En als het gaat draaien, en het draait volledig, amper voor te stellen, maar 4.500 kubieke meter water per minuut gaat aan de kant van het Lauwersmeer op. Waar we nu op dit moment ook mee bezig zijn, heel innovatief, is namelijk dat we aan de slag gaan om het wc-papier te hergebruiken. Je snapt, in Trio komt nogal wat wc-papier komt erin. En dat halen wij er weer uit, dat vangen wij weer op, maken we cellulose van het. Dat gaan we weer gebruiken bij onze slipverwerking. En zo maken we het cirkeltje rond en maken we uiteindelijk van de afval, zoals iedereen dat noemt, maken we dus weer grondstoffen in onze rioolwaterzuivering. Nou, ik vind het heel geweldig dat de Solar Challenge dat nu ook door de Groningse wateren komt. En dan met name door ons water zijn we heel tevreden mee. Laten wij ook graag zien natuurlijk. Zeker dit prachtige gebied hier. En als je dan ziet dat ze daar straks aankomen, daar de finish. En dan vervolgens hier de herstart in dit prachtige gebied. Nou, dat is alleen maar een heel mooi plaatje. En toen het te sprake kwam of men hier in Elektra dus daar die herstart mag doen. Hebben we onmiddellijk gezegd, verlenen wij onze medewerking aan. Want dat verbindt ons gelijk ook weer in de innovatie en in de duurzaamheid. Zowel voor het waterschap als voor de Solar Race.